Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto wolken boven de Noordzee en België, maar in onze omgeving nog nauwelijks wolken. Vanochtend dan ook geregeld zonneschijn en de temperatuur die snel oploopt naar zo'n 27 tot 29 graden bij een matige oostenwind. En ook op de stranden is het vanmiddag bloedheet met 31 tot 35 graden, tropisch warm en veel zonneschijn. Maar van het zuiden uit geleidelijk aan meer wolken en in de middag al kans op een enkele regen- of onweersbui. Ook vanavond is in het zuiden kans op een enkele regen- of onweersbui. Verder blijft het nog lang warm met 25 tot 28 graden als avondtemperatuur. En morgen een afwisseling van zon, wolken en een paar buien. In het westen is de lucht afgekoeld naar 23 graden. Maar in het oosten en midden is het nog zomers warm met 25 tot 29 graden. Maandag, dinsdag en woensdag zijn prima zomerse dagen met zon en wolken, maar er kan toch ook nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. En verder is het aangenaam warm met 23 tot 28 graden. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.